koffie! Koffie! Als ik zeg koffie, wat zegt u dan? Lekker. Heerlijk. Lekker. Heerlijk. Lekker. Wakker worden. Jam. Heerlijk. Wanneer is men begonnen met koffie drinken? Tussen het jaar 800 en 900 is Ethiopië is een geitenherder achter het bestaan van de koffieplant gekomen. Er waren geiten die aten van de koffiebessen en die werden daar heel energiek van en heel vrolijk. En toen is die geitenherder zelf ervan gaan proeven. Dus daar ontdekten ze cafeïne en zo zijn ze verder gaan ontwikkelen wat je allemaal met die plant kon doen. Een latte, alsjeblieft. Ja. Waarom zijn mensen er zo dol op? Sowieso de cafeïne wat erin zit. Je krijgt er heel veel energie van, dat is al heel fijn. En het is gewoon een hele bijzondere drank. Je hebt niet zoiets als gewone koffie. Het is net als wijn. Je kan elke boon uit elke regio, die heeft hebben andere kenmerken. En ja, mensen vinden dat gewoon heel interessant en heel lekker. Gewoon om hun dag mee te beginnen en te eindigen. Waarom drinkt u koffie? Om er even bij te komen. Dat mijn lichaam ernaar vraagt, denk ik. Om wakker te worden. Ik het lekker vinden omdat het me oppept. Echt om wakker te worden. Ik heb echt een cafeïne boost wel 's morgens. It's good. Yeah, tastes good. Sweet. It's good. Om wakker te blijven. Vooral omdat ik het lekker vind. Wat is op dit moment het meest populaire bereiding? Toch wel de espresso shots met melk aangelegd. Zoals de latte, de cappuccino, met chocolade doorheen, wat we hier ook allemaal vooral maken. Niet zo heel sterk, lekker veel melk en zo zoet als je het zelf wil. Hoeveel kopjes koffie worden er per jaar gedronken op Schiphol? In een jaar? Geen idee. Ontzettend veel, denk ik. Want iedereen loopt meteen naar de koffie. 10 miljoen. Ik denk 2,5 miljoen of zo. Nou, zeker een miljoen. 1 miljard. Yeah.